In Nederland worden 100 miljoen kippen gehouden voor de productie van eieren en vlees. Die kippen produceren ook mest. Deze mest bevat nog energie en mineralen. Maar niet alle mest kan op het land. Daarom sloten 600 pluimveehouders zich ruim 10 jaar geleden aan bij een initiatief om hun pluimveemest te verbranden en duurzame elektriciteit te produceren. Zodra een pluimveehouder belt, wordt de mest direct het hele jaar door opgehaald. Jaarlijks in totaal 430.000 ton. Dat zijn 60 vrachtwagens per dag. In Moerdijk wordt de mest gemengd en verbrand. En daarmee wekken we elektriciteit op. Genoeg voor 70.000 huishoudens. Oftewel een stad zo groot als Breda. De elektriciteit die we produceren is groen. Hierdoor wordt er minder CO2 uitgestoten. De rookgassen die bij de verbranding ontstaan, worden uitgebreid gezuiverd. En de lucht die uit de schoorsteen komt is schoon en voldoet aan de strengste milieueisen. Na de verbranding houden we jaarlijks 60.000 ton as over. Hierin zitten nog de waardevolle mineralen uit de mest, zoals fosfaat en kalium. Uit onderzoek blijkt dat deze goed zijn voor de gewassen en daarom worden ze gebruikt als meststof in andere landen in Europa. Zo verbinden we fosfaatrijke regio's, zoals Nederland, met fosfaatarme regio's, zoals Frankrijk. Daar worden bijvoorbeeld granen verbouwd met onze meststof. En die granen kunnen weer worden ingezet als veevoer en zo is de cirkel rond. Het resultaat is dat we van mest elektriciteit en een waardevol product maken. We sluiten een kringloop en onze totale milieubalans valt positief uit. Bezoek onze website voor meer informatie. www.bmcmoerdijk.nl